opnieuw een rustiek gegeven aan de muur. En, wat is uw naam? Neesje de Merci. Oké. En u bent naar de redactie gekomen van de Volkspartij. Volkspartij Nederland. Volkspartij Nederland? Ja. Oké. Volkspartij Nederland. U bent met een bepaalde boodschap daar naartoe gekomen. U wilt wat gaan onthullen, heb ik begrepen, wat beter zou kunnen in de structuur van onze democratie, heb ik begrepen. Ja, het is meer het doofpotcultuur wat nooit naar buiten is kunnen gebracht worden door anderen, omdat ze daarin worden belemmerd. Hebben ze nu ergens mee te maken dat alle doofpotculturen naar buiten gaat brengen, alle doofpotzaken naar buiten gaan brengen. En de situatie is nu, er kan niet meer gezwegen worden. Ik zal met man en macht alles eraan doen om de huidige voorzitters binnen de Tweede Kamer hun praktijken, hun criminele activiteiten, hun leugens, hun alle zogenaamde idealen die ze de burger hebben waargemaakt, maar juist om de burger aan het onderdrukken zijn, naar buiten brengen door bewijsmaterialen, stap voor stap, op elke item die zij hebben gezet, dat het allemaal voorgelogen zijn en integendeel in die items zelfs criminele activiteiten en misdaden hebben plaatsgevonden, waar heel veel slachtoffers zelfs aan zijn overleden, maar ook heel veel slachtoffers, mensen daar slachtoffer aan zijn geworden. Oké, over welke bewijzen beschikt u uiteindelijk? Kunt u wat laten zien? Ja, van de rechterlijke macht tot aan de Tweede Kamerleden die betrokken zijn bij hele smerige praktijken, waar burgers niet hun rechten toekomen. Ik ben een van deze personen die 12 jaar heeft vastgezeten, onschuldig heeft vastgezeten, gegijzeld ben geweest. Mijn zaak was in 1999 al in de doofpot gestopt. Was ingetrokken, ik werd beschuldigd van moord, terwijl er geen moord was. Dat zijn de advocaten die bij mij betrokken waren in deze zaken. Bleken allemaal informanten te zijn van de overheid. Onder één hoedje hebben ze samengespeeld. Dat zijn advocaten, hele topadvocaten, zoals de advocatenkantoor Moskowitz, advocatenkantoor Franken, advocatenkantoor Segers, advocatenkantoor van Veldman, van de Plassen Veldman. De dekens zou ik zeggen, de orde van advocaten, die met advocaten onder één hoedje spelen en elkaar beschermen en mensen, burgers aan het bedreigen zijn en aan het onderdrukken zijn, dat er tegen de informanten van de staat, die trouw zijn aan de straat, ofwel informanten van het koningshuis zou ik zeggen, deze advocaat allemaal ons eed hebben afgezworen dat ze nooit de staat een schade mogen berokkenen en die door de staat ook in bescherming worden genomen, zoals Tweede Kamerleden, minister van Justitie, staatssecretaris van Justitie, minister-president. De documenten die ik in mijn beschikking heb, die zijn schokkend hoe de orde van advocaten, de Nederlandse orde en de deken aan het werk gaan bij de burgers, waar de burgers hun rechten niet kunnen halen, terwijl de deken en ordeadvocaatkantoor zijn opgericht om de burgers te beschermen tegen corrupte advocaten en advocaten die hun cliënten in de steek laten, maar ook advocaten die met de overheid samenwerken, waarbij de overheid, de orde van advocaat, de overheid in het beschermen is, van dat bepaalde praktijken niet naar buiten mogen komen. En daarbij komt nog eens voor dat de praktijken die hier in Nederland plaatsvindt, maar ook buiten Nederland zich bezighoudt, zoals bij het Europese Hof, dat zelfs het Europese Hof wordt beïnvloed door het Koningshuis, dat bepaalde praktijken in Nederland die bij het Europees Hof wordt aangekaart niet openbaar mag worden gemaakt. En de situatie daarin is dat het Europees Hof voor de rechten van de mens even crimineel is als de Nederlandse overheid, het praktijk die nu geregeerd wordt door de huidige partij die een eed heeft afgezworen aan Hare Majesteit, wat jullie dus maar noemen de Beatrix Klein en de Willem-Alexander Klein. Dat dit een groep organisatie van criminelen is die zich bezighouden het volk te onderdrukken, het volk af te persen, het volk te vermoorden. Ze zijn bezig met moordpraktijken, afperspraktijken, prostitutiepraktijken. En de documenten en de papieren die ik in mijn beschikking heb, brengen nog veel meer dingen aan het licht. Waar
Zoals de moordaanslag, Pim Fortuyn, Theo van Gogh, Duisenberg, alles aan het daglicht kan brengen. Louisje Verke, mensen zijn voor de gek gehouden. Ik heb in meerdere situaties 2 moordaanslagen proberen tegen te houden. Om alleen om de overheid op de tenen te trappen, zoals de moordaanslag op Theo van Gogh en van Pim Fortuyn. En ik heb ze van tevoren die melding gemaakt om de geheime dienst en Koningshuis en de Tweede Kamer duidelijk te maken. Ik weet van jullie geheime praktijken en ik zal dat tegen proberen te houden. Ik heb de namen van, ik heb de bewijzen van, ik heb de gesprekken van die allemaal zijn opgenomen tijdens deze zitting. En daarin ben ik bedreigd door de geheime dienst, door de Rijksrecherche, door de overheid en daarna in de martelkamer neergezet om mij geestelijk kapot te maken en in de media voor gek te verklaren. Zoals jullie de zaken weten als de Moskowitz-advocaat, die 2007 op televisie is geweest. De zaak is met Jort Kelder en alles, en met de hele media van Paul Witteman, Wereld Draait Door, RTL Boulevard, een andere draai gegeven dan de waarheid. Al die journalisten die daarin betrokken zijn, zijn allemaal mede betrokkenen van de Bilderberggroep, is een bepaalde organisatie, werk voor het Koningshuis en het overheid. Dit zijn mensen die allemaal daar lid van zijn en die het overheid in bescherming nemen. Dus de hele mediawereld is één grote schaamtewereld. Oké, ik heb begrepen dat u dus een aantal jaren in de gevangenis hebt gezeten. Kun je daar iets van vertellen? 12 jaar heb ik in de gevangenis gezeten. 12 jaar geen proces gehad. Eerlijk proces, mijn rechtszaken zijn in een doofpot gestopt. Ik heb de topadvocaat hier in Nederland in mijn dienst gehad. En advocaten bleken met de overheid samen te werken. Ik heb geen rechtszaak aan de grond kunnen krijgen. Ik heb in de gevangenissen alle records gebroken die je maar kunt voorstellen. Van HVB tot aan de procedures. Ik ben 6 jaar in huis van bewaring regime gebleven. Geen rechtszaken. Mensen kregen 3 maanden pro forma. Ik kreeg 2 jaar pro forma. En zonder dat er ook iets van duidelijk werd. En ik werd meer uitgelachen. Maar de zaak heeft zo erg uit de hand moeten lopen. Dat daarna op geen moment ik elke geheime van de staat openbaar wilde leggen. Dat daarna de staat heeft besloten om mijn levenslang achter tralies te gooien. Met een soort valse TBS-rapport. Waar het Al-Bayrak probeert te verdedigen. Maar die documenten die ik in mijn beschikking heb over het Pieterbaancentrum zal Al-Bayrak nooit meer kunnen verdedigen, want Al-Bayrak heeft alle documenten over het Pieterbaancentrum en over het rechtelijk systeem heeft zij in de doofpot gegooid door hun een ander onderzoek te laten doen, zoals de Buruma-onderzoek en de rechtelijke macht. Daar hebben alle minister van Justitie, staatssecretaris van Justitie en de minister-president in dit land hebben al die documenten vervalst. Ik heb de originele documenten in mijn handen. Alles wat ik zeg zal ik ook bewijzen. Zwart op wit. Dank u wel.